Hans die sprak over een filosoof uit de 18e eeuw, maar ik ga spreken over een filosoof uit de 20e eeuw. Een van de interessantste figuren uit wat heet de common sense filosofie uit Oxford. En dat is een hele interessante stroming die vooral onder invloed stond van Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, die eigenlijk in Cambridge werkte, maar iedereen had hem natuurlijk gelezen. En al die filosofen die trokken van Cambridge naar Oxford. En onder andere deze meneer was heel sterk beïnvloed door die filosofie van Wittgenstein. En dan spreek ik met name over de late filosofie van Wittgenstein. De filosofie van Wittgenstein waarin het luisteren naar de taal en het verkennen van een levensvorm centraal staat. En dat is een heel andere houding dan die van Descartes, die zegt, hé, we moeten een fundament vinden voor onze kennis. Austin zegt, nee, dat gaan we vooral niet doen. We gaan kijken hoe wij binnen het manifeste wereldbeeld het woord kennis gebruiken. En hij was dus een boegbeeld van die common sense filosofie, net zoals G.E. Moore trouwens. En hij zegt dus, een van zijn belangrijkste boeken heette How to do things with words. He, hoe doen we dingen met woorden? Dat is eigenlijk iets wat hij zich ook afvraagt wanneer je kijkt naar kennis. Hij merkt iets heel interessant op, maar dat geldt ook voor het Nederlands. Weten is het zesde meest gebruikte werkwoord in de Nederlandse taal. Dat is een heel interessant inzicht. Dat betekent dus dat wij heel competente gebruikers moeten zijn van dat werkwoord. En stel dat het werkwoord, het zesde meest gebruikte werkwoord uit het Nederlands, totaal verkeerd gebruikt zou worden door alle sprekers van het Nederlands. Dat zou iets vreemd zijn. En dus Austin zegt, je kunt aan epistemologie doen door het gebruik van dat woord in communicatie te verkennen. Ik kan bijvoorbeeld vragen, ja, hoe weet je dat eigenlijk? Stel, we staan op het station en u zegt mij, ja, de treinen hebben vertraging. Ik zeg, hoe weet je dat? Dat kan een verwijt zijn, maar dat kan ook bijvoorbeeld een suggestie zijn om mij jouw redenen te geven. Misschien heb ik wel betere redenen. Of ik kan ook zoiets vragen als, wat moet je doen om dat te weten te komen? Stel dat je bijvoorbeeld wil weten wanneer de volgende trein naar Tilburg vertrekt, hier vanuit Tilburg Universiteit, ja, dan moet je iets doen. Meestal kijk je dan gewoon op je laptop of op je smartphone en dan kom je dat te weten. Of een andere mogelijkheid is, weet je dat wel zeker? We zitten op zoek, we zijn op stap in Rome, we zijn de weg een beetje kwijt en ik vraag waar het Parthenon is. Oh nee, dat is in Griekenland, excuseer. Ik vraag waar het Colosseum is en iemand zegt het is daar en iemand zegt daar. Zeg, maar weet je dat nou zeker? Hoe moeten we nou? Dat zijn het soort van reële, manifeste contexten waarin het woord kennis en het werkwoord weten gebruikt wordt. Dus Austin's vraag naar kennis is, wanneer is het gepast of appropriate om... Oh, het mag niet rondlopen. Wanneer is het gepast of appropriate dat woord te gebruiken? En hij verwijst hier naar common sense. Maar common sense moet je bij Austin en ook bij vele andere filosofen altijd heel zorgvuldig begrijpen. Dat is niet het naïeve kind dat vraagt naar kennis. Huh? Dat zou te weinig zijn. Het is ook niet de hoogleraar filosofie die specialist is in Descartes en die vraagt, oh, wat is eigenlijk kennis, waarbij de standaard voor kennis een soort van alwetend wezen zou zijn dat alles weet. Dat is het ook niet. Het vraagt naar common sense als een soort van volwassen omgang met redenen, met vragen naar kennis, van hoe je daarmee moet omgaan. En die common sense bevat volgens Austin dus heel veel wijsheid, wisdom noemt hij dat. En dat is soms ook de wisdom of the crowds. We weten dat we in het donker gemakkelijk ons kunnen vergissen. Dat is een soort van wijsheid die we hebben. Dat is een soort van achtergrondkennis die voortdurend aanwezig is. We weten ook dat verstrooide mensen zich wat vaker kunnen vergissen. Sommige mensen zijn heel verstrooid. Zeker als ze heel geabsorbeerd zijn door hun activiteit, ja, dan moet je ze niet al te veel vragen, dan kunnen ze zich gemakkelijk vergissen. We weten ook bijvoorbeeld dat er verschil is tussen leken en experten. Er zijn bijvoorbeeld experten over pimpelmezen, die zouden direct weten dat dit een pimpelmees was. Ik zou het niet weten, ik heb het daar straks gewoon op Google eventjes opgezocht, ik heb een fotootje gezocht. En dus we maken binnen onze common sense allerlei distincties die we heel goed beheersen en die we ook voortdurend en goed kunnen gebruiken. Ja? Dat is dus een eerste belangrijke inzicht.
En dat betekent ook, zegt Austin, dit is heel interessant natuurlijk, dat wij heel goed onze epistemische situatie kunnen inschatten en wanneer het misloopt of dreigt mis te lopen, dat we die ook kunnen afzwakken. We hebben dus in de taal bijvoorbeeld, nou, als je niet zeker bent dat het een pimpelmees is, dan kun je zeggen, ja, volgens mij is het een pimpelmees. Maar je kunt er altijd aan toevoegen, maar echt weten doe ik dat niet. Dat is het interessante van die subtiele observaties van Austin, dat hij kijkt naar de taal en zegt, hoe gaan we epistemisch om met elkaar en met onze perceptie bijvoorbeeld. Of, ik dacht dat het een pimpelmees was, maar ik ben niet zeker. Of, denk je niet dat het een pimpelmees was? Dit zijn typische contexten waarin wat onzekerheid zit. En misschien is het nog donker, misschien is het al te laat geworden, we willen weten wat er in de tuin zit, maar we zijn niet zeker. Met andere woorden, als communicators, en in taal en communicatie komt die common sense heel goed naar voren, hè? Als communicators schatten we onze epistemische vermogens doorgaans goed in. Dat is een heel belangrijk inzicht. We weten dus ook wanneer we epistemisch onbetrouwbaar zijn, of omgekeerd, wanneer we onszelf in een expertise-situatie bevinden. Bijvoorbeeld, ik bevind mezelf in een expertise-situatie als het gaat over de inrichting van mijn werkkamer aan de universiteit. Hans die heeft expertise over de inrichting van zijn werkkamer aan de universiteit. Maar die expertise heb ik niet. En omgekeerd. Dus onze notie van expertise is ook zo'n manifest concept dat we onproblematisch en heel gemakkelijk kunnen toepassen. Overigens, die meneer Austin die verwijst absoluut niet meer naar Descartes of zoiets. Die gaat eigenlijk enkel kijken naar wat hij zelf kan observeren in zijn natuurlijke taal. En natuurlijk, een van de interessante vragen is, ja, maar heb je wel goed genoeg gezocht? Heb je wel verder gezocht? Wel, een van die interessante punten daarbij van Austin is, kijk, technisch gezien, als je Descartes zou moeten gelijken, dan kun je altijd verder gaan zoeken, dan ga je nooit tot kennis komen. Maar in de praktijk, in het manifeste beeld dat we hebben, kunnen we zoiets zeggen als, enough is enough. It doesn't mean everything. Je moet niet alles hebben nagegaan om te weten dat het een pimpelmees is. Enough means enough to show that within reason and for the present intents and purposes, it can't be anything else. Let op dat het can't mooi tussen aanhalingstekens zegt. Hij zegt, in normale omstandigheden is there is no room for an alternative competing description of it. En hij zegt, als iemand dus zegt, de gewone expert, hè, of de vogelkenner, als die zegt, ja, dat beestje daar, dat is een pimpelmees, wel, dan heeft hij in ieder geval kunnen uitsluiten dat het bijvoorbeeld een opgezette pimpelmees was. Dat is iets wat echt niet relevant is in deze context. Er zijn heel bekende voorbeelden in de hedendaagse epistemologie die daarmee spelen. Bijvoorbeeld, je gaat naar de zoo en je ziet een zebra. Hoe weet je dat het geen beschilderde ezel was? Kun je dat uitsluiten? Wel, zegt Austin, ja, maar we zijn hier in Artis. Ja, niemand heeft er belang bij dat we met een beschilderde ezel te maken hebben. Ja, er staat ook een bordje zebra. Dus dat zijn allemaal goede redenen om aan te nemen dat het echt om een zebra gaat en geen goed beschilderde ezel. Dus wanneer je twijfelt... En dit is een belangrijke take-home message bij Austin. Wanneer je twijfelt, dan is die twijfel altijd concreet. Stel bijvoorbeeld dat ik zeg, ja, ik ga om kwart na zes de trein nemen. En er gebeurt een ongeval en u krijgt een boodschapje op uw computer dat er een ongeval gebeurd is in Den Bosch, zodanig dat ik niet naar huis kan gaan. Dat is een concrete reden om te weten dat ik niet voor 8 uur thuis zal zijn. Maar dat is natuurlijk geen sceptische reden. U heeft mij niet gezegd, weet u wel zeker dat de buitenwereld bestaat? Nee, helemaal niet. Dus wanneer je gaat twijfelen aan iets, aan een kennisclaim, of aan een persoon, weet hij dat wel, hè, dan ga je altijd concrete twijfel proberen. Ga je dat altijd doen op basis van een concreet gegeven. Hier is een interessant verband trouwens met het debat uit vrije wil. Ook over vrije wil heeft Austin precies dezelfde dingen gezegd. Wanneer ga je twijfelen of iemand vrij handelde? Dat ga je niet doen op basis van een algemene sceptische hypothese omtrent vrije wil. Dat ga je bijvoorbeeld doen door bijvoorbeeld te zeggen of te vragen, nou, was hij dronken
Of werd hij gedwongen door iemand om dat te doen? Dat zijn de concrete vragen die je stelt. Maar je stelt niet de vraag, die meneer die Victor Lamme heeft bewezen dat vrije wil niet bestaat, dus was er helemaal geen keuzevrijheid voor die meneer. Dat zijn algemene overwegingen die volgens Austin niet in aanmerking komen. En dat zie je ook heel mooi in dit citaatje. We hebben altijd een concrete reden om te geloven dat iemand een fout kan maken. Dus een algemene reden, bijvoorbeeld dat we nooit het bestaan van de buitenwereld hebben bewezen, dat komt daar niet in aanmerking in onze praktijk. Dat zijn geen redenen op grond. We kunnen dat wel eventjes overwegen in een filosofisch moment, maar dat filosofische moment, dat ebt onmiddellijk weg en dat maakt meteen plaats terug voor de concrete praktijk. Merk dus op dat dit een Wittgensteiniaanse aanpak is. Het is een aanpak die zegt, filosofie is het verkennen van het manifeste wereldbeeld. Geen alternatief voor dat wereldbeeld proberen te ontwikkelen. Ik leg eventjes een lijntje naar latere ontwikkelingen. Als je nu kijkt naar de hedendaagse epistemologie, mensen, er zijn een paar namen die je waarschijnlijk niet zult kennen, dat is bijvoorbeeld David Lewis of Timothy Williamson, dat zijn filosofen die zeggen, het is niet de taak van epistemologie om het sceptische probleem op te lossen, om een soort van transcendentaal argument te geven dat ons bewijst dat de wereld bestaat, dat onze opvattingen waar zijn. Nee, de taak van filosofie is om te verkennen in welke contexten we bijvoorbeeld meer geneigd zijn om te twijfelen dan in andere contexten. Met andere woorden, er zit contextuele variatie tussen vragen, weet je dat wel zeker? Bijvoorbeeld, stel dat je een chirurg bent. Je moet een heel ingewikkelde ingreep doen. Ja, opdat die ingreep zal slagen, moet je natuurlijk eerst vooraf heel zorgvuldig gaan kijken. En dat zijn contexten waarin de standaarden voor kennis, de standaarden voor wat je weet, bijzonder hoog liggen, want er hangt een leven van af. Stel dat ik mij vergis als ik denk dat de trein om 17:15 vertrekt. Gewoon omdat ik me vergis, niet omdat er een ongeval is gebeurd of iets dergelijks, maar ik vergis me. Dat is een vergissing met heel weinig gevolgen. Het enige gevolg is dat ik een half uurtje later thuis zal zijn, omdat er toch altijd een latere trein komt. Ja? Dus het is goed om na te gaan hoe we het woordje kennis gebruiken en, zeggen deze filosofen, na te gaan hoe verschillende contexten verschillende eisen leggen op wat voldoende is om te spreken over kennis. En dat kan variëren van situatie tot situatie. En verder is er ook nog, en dat is een hintje naar het volgende boek van Tim, waarin op die sceptische problematiek nog wat dieper ingegaan wordt vanuit de hedendaagse filosofie. Daar kijk ik ook naar sceptische problemen vanuit de psychologie. En dan zie je bijvoorbeeld dat scepticisme geneigd, dat er een neiging bestaat om sceptische gedachten of ideeën, de wereld bestaat, om die ernstig te nemen, omdat zo'n sceptische situatie onmiddellijk psychologisch effect heeft. Je gaat je meteen iets voorstellen, en nu ga ik eventjes wat praten in termen van Daniel Kahneman, dat gaat onmiddellijk impact hebben op systeem 1, en je lijkt dat als het ware meteen relevant te vinden. En dat is de psychologische impact van een sceptische hypothese. En dus mijn stelling luidt in dat artikel, maar ook algemeen als ik daar een college over geef, je moet een onderscheid maken tussen de psychologische impact van scepticisme, de cognitieve impact die meteen weg hebt, en de epistemische impact. De epistemische impact is niet heel, de cognitieve impact kan heel groot zijn. Denk bijvoorbeeld eens aan de situatie waarbij je een heel boek gelezen hebt over vrije wil en dat die niet bestaat. Dat heeft effect op jou. Dat leidt tot allerlei veranderingen. Nou, die moet je kunnen opzij zetten. Goed, dat was het. Dank u.